De NDC Media Groep, de uitjouwer van de Ljouwerter Kranten en het Dagblad van het Noorden, komt in handen van een noordelijk consortium. Daarin zitten de stichting Jementje en Dree, de stichting FB Oranje Woud en de ING Bank. De krant uitjouwer stiert de kip omdat er een schuld van 180 miljoen euro is bij het memmerbedrijf NDC VBK. De drie partijen praten de komende weken verder over de correcte invulling van de verkeer. Jementje en Dree is Noal, grutondeelhouder van de NDC en de ING is de huisbankier. De stichting FB Oranje Woud, jeder bekend als Friesland Boppen, is een investeringsmaatschappij, maar geld dat inbracht is naar de oername van de Frieslandbank troch de Rabobank. Over het bedrag van de verkeer is nog niet bekend. Voor het gebouw van de Ljouwerter Kranten in Ljouwert ziet dus economieredacteur Gerrit de Boer. Gerrit, is dit nou de redding van de Ljouwerter Kranten? Nou ja, dat is moeilijk te zeggen in tijden vanzelf waarin kranten het heel erg heel wat moeilijk hebben. En het regen om het holle boven wetter te horen aan alle kanten. Maar in ieder geval is het wel zo dat dit meer duidelijkheid jouwt en dat het een stap in de goede richting is. En zo viel het personeel en ik de haatredacteur Hans Snijder het ik. Het lijkt erop dat dit een eigenaar is. Het zijn ideële stichtingen. Het gaat om de waarde van de kranten. Er moet vanzelf een heel soort gebeuren. Het moet al een keer nog tekenen worden. Maar so far so good, dit begint erop te lijken. Ja, Gerrit, wat zijn nou de consequenties van deze oorname van de Ljouwerter Kranten en het Dagblad van het Noorden? Maar we nog even afwachten, maar het mij duidelijk wijzen dat in een dalende advertentiemerk en ik dalende inkomst naar abonnees, dat er wat gebeuren moet. En daar draait Hans Snijder ik net omheen. Natuurlijk zit er een heel soort gebeuren. Pijnlijke dingen ben ik natuurlijk net uitsluitend, dat is logisch, daar kan ik iets bij voorstellen. Maar hoe en wat dat er precies uitkomt, daar is nou nog te betiet voor. Ja, haatredacteur Snijder is nog wat voorzichtig in zijn reactie, maar hoe is Kasto de gevolgen in voor het personeel? Nou ja, we zorgen natuurlijk dat de inkomsten en abonnement iedere keer verder zakje en het concern nog heel groot is. Er werken nog zo'n 150 mensen, van ongeveer een 200, 220 op de redacties. Dat is groot, dat zijn een hele grote mensen. Er zullen vanzelf meer in was gescoot worden, er zullen synergie komen maten en ook de redacties zullen lietser worden. Er zullen nog een flinke saneringsronde plak vinden. Dat ligt er net om, dat weten we al, uitek wel betrouwbare bron. Hoe vol dat wijzen zal, ik weet het net, maar ik schat het wel op. Een treden van de hele onderneming. Ja, wat zullen de lezers van de kranten daarvan vernemen? Ja, dat is natuurlijk het aparte, want hoewel het voor het personeel een geweldige ingreep is en een verhoring, zullen de lezers er in eerste instantie net zo volle van vernemen. Zolang het die kranten eruit zijn bloot als de Ljouwerter Kranten, dan bloot het hun kranten. Er zijn echt de lezers die het al een hulpere ding in de krant verhoren, maar de kranten als hemzelf, die het al de dagen op een matten leidt, daar verhoren het net zo volle aan.